De spooronderdoorgang in de Knaalweg, die is klaar. Die gaat zo meteen om 1 uur open. Deze zaterdagmorgen is de weg nog even afgesloten voor auto's. Dat betekent dat iedereen er even doorheen kan lopen om op zijn gemak te kijken hoe het geworden is. En er wordt best veel gebruik van gemaakt. Te voet, te fiets, op het skateboard en op het hoverbord. En zo rijdt de trein voortaan voorbij. Nooit meer wachten voor de gesloten spoorbomen. En terwijl de laatste mensen een kijkje in de tunnel nemen, wordt aan beide uiteinden alles in gereedheid gebracht om de Knaalweg weer open te stellen voor het autoverkeer. Want om 1 uur gaan de hekken weg en de borden van de omleiding. Ja, en dan komen ze, de eerste auto's vanaf de kant van de Lammenschans. En aansluitend uiteraard de eerste vanaf de kant van de stad. Nou, geniet ervan. En deze meneer was toch wel heel erg blij dat hij de eerste was.